Wij waren de eerste. Wij waren hier al om 9:30. Nou. Ik denk, ik gooi je met een all-out in. Ik kom straks weer, kan ik nee weer komen straks. Nee, maar ik had een soort tekening. En die had ik uit de kunsthandel. Je moet dat ding erbij weghalen. En die komt wel uit de kunsthandel. Ook nog een bekende naam. Maar hij was op zagbord, hè? Wat is het? Nee, het is karton. Hij is op karton geschilderd. En dan dachten we dat het wat waard was, maar het was niet veel waard. Want dat kwam in die tijd van de oorlog, kwam dat vaker voor, dat ze op karton schilderen. Dus, nou ja, dan weten we dat nu. Dus. Maar ik kan het zo niet schilderen, hoor. Nummer 29. Om zo'n taxatiedag als dit te gaan doen, met zoveel diversiteit, ja, dan is het noodzakelijk om als algemeen taxateur ingezet te worden om in ieder geval het algemene informatie weg te kunnen geven, zodat mensen een houvast hebben. Het is allemaal in het Japan getekend door deze meneer. Dat is de vrouw, dat is hij zelf. En allemaal mensen die toen aan de Burgerspoorlijn hebben gewerkt, die heeft hij getekend. Kijk, dat zijn hele oude documenten. En daar heeft hij dat op getekend. En ik wil het aan een of ander museum doen, maar ik heb geen idee wat voor soort museum. En zou zij mij even wegwijzing helpen? Ik heb twee Romeinse olielampjes uit een opgraving, 40 jaar geleden. En ik ben heel benieuwd wat deze taxateur ervan zegt. Het Oudheidkundig Museum vond ze toen de moeite waard, maar ik wil het nog even zeker weten. Ik heb ze op een kamelenmarkt gekocht 45 jaar geleden in Noord-Afrika. En het museum wilde ze toen hebben, heb ik niet gedaan. Maar ik ben toch nog steeds benieuwd van zijn ze echt echt. Ik wil het nog een keer laten bekijken. Ik ben aan de beurt. Ik ben geboren in Nederlands-Indië en dit is mijn overgrootmoeder. En daardoor, dit is eigenlijk een familiebezit. Maar ik ben toch benieuwd of het nog iets is. Hier een stukje afgebroken, doe ik een beetje spuug op. Even laten intrekken. Het probleem is, hij ruikt niet over. Als het echt Romeins is, dan zou dit eigenlijk naar een hele oude kelder gaan ruiken. Dus het is een nepper. Ja. Nou, hier is het er niet aan te liggen. Ja, en dit had elke dame in de boekenkast, hè? Ja. Je moest dit hebben. Ja, want alle eerste hulp staat erin. Het is een heel mooi memorabilisch boek, maar qua waarde is het een beetje niet uit te drukken. Ja, het heeft een emotionele waarde. Maar niet financieel. Nee, echt niet. En toch gaan we heel tevreden naar huis. Maar ik ga eerst nog even snuffelen.